Waar ik wakker van lig? Ik lig wakker van ongelijkheid, van polarisatie. Waarom zijn mensen zo inhumaan? Van internettrollen die me naar beneden schoppen, maar ook heb ik het gasfornuis wel uitgedaan. Ik lig wakker van machtsmisbruik, van racisme, van transfobie. Van mannen die niet mogen huilen en daarom maar overgaan op misogynie. Ik lig wakker van het feit dat mensen maar niet wakker lijken te worden. Maar dit is Nederland, wat zeur je nou? We zijn er toch al? Ja, zijn we er al? Met onze tradities, onze hokjes, ons doe maar gewoon normaal. Want opeens is een asielzoeker een indringer. En als ik als menstruerend mens prullenbakjes vraag in alle toiletten, niet alleen het vrouwentoilet, dan krijg ik een middelvinger. Maar je mag ook niks meer zeggen, toch? Weet je waar ik ook van wakker lig? Van dromen. Want ik hoop dat als we nou eens naar elkaar gaan luisteren, echt luisteren, dat we er samen uit gaan komen.